Dan komt ze er net in. Zou ik dat zelf even bepalen, hè? Dik op. Was klappen, hè, Mansie? Doe maar eens twee keer slaan. Eén keer mis en één keer achterhoek. En hier sta ik nog. Nee, sorry, sorry, sorry. Ik ben de hele wereld geweest. En ik ga van alles meemaken. Net te beschrijven wat ik al hier meemaken ga. Wisten je maar dat ze aan de andere kant van de wereld heel oors praten? Als hier? Wist ze stil dat er streken binnen op deze planeet waar ze geen zaterdag zijn, maar sneuwen! En daarom ga ik besluiten om een band op te richten. In het gewoon, normaal woordfries. En die band, die neem ik... De Kast! Die bestaan al. Oh, oh. Nou, dan neem ik die band. De Suskers! Dat was die dik al. Verdomme. Was dat even op die shirtje? Poker in het! Wat? Wat? Oorsom. Oh, oorsom. Poker in het! De Hoenekamp! Ja, de Hoenekamp! Hey, doe dat! Hoe is het? Wat? Doe eens mijn drummer. Bijgenaal. En doe dat, maar die grote viool. Doe eens mijn... Ja, kom maar mee. Oké. Mooi jongens. En doe eens mijn hoek. Hé hey, gringo's. Als je mijn band beginnen, dan heb ik een solo gitarist dan nodig. Nou, beste. Prachtig, joh. Kom maar. We zetten de wereld in de brand. Je bent we nou en we stillen weggerand voor een dikke vette show. En je mythe, dat komt al die kleur bij een happy end. En misschien wel meer, wil een meidje, lekker leidje. En weer een ziel, niet een nutenrijtje. Politieke jeuzel, wat hebben we er aan? We stekken volle lever naar de brand in de brand. De hoenekamp stekt de brand in de brand. En wie gaat eruit, wat een beetje verstand. Oh,
Nee, de harde jassers. Optreden, vooral die personeelsfeestjes. Ja, maar toen is het wel heel leuk met de directeur, hè? Dus die heeft ze wat op een score. Ja, het begin hoor, een meter. Nou, dat dacht ik. Oeh, allemaal geen corona krijgen. En nou, wat zelf wil je? Of net dan? Leven Scott, onkruid vergeet net. Nee, daar is allemaal gelegen, man. Wat? Jongen, ben je al wakker? Aas een oefenje, hè? Ja, natuurlijk. Oh. Ik ben al lang wakker, man. Ben je al wakker? Ik wel. Meest al net. No. Net te laat komen, hè? Hey, trouwens. Hoi. Ziek me slijt. Net een jong zanger het bed. De bekje is jongen over adelkrut. Maar dat is het de verre van die grut en bek. Mag maar even komen, jongen, stek ik die lijst. Die snijden, dan mag er even komen, zeg die bier straks krijgen. Het strootje krijgen. We onderbreken deze uitstoring. Ik krijg correct een papier onder mijn oors. Schokkend bericht komt binnen. Anneke Douma en Griet Wiersma die binnen omkwam bij een explosie dit hier. Het zou hierbij gaan om een ontplofte auto. En de oorzaak van de explosie is op dit stuit nog onbekend. Zo'n de dubieuze reputatie van de beide vrouwen sluit de politie een aanrekening in het criminele circuit net uit. Wacht even! Ja, Jezus Christus! Hou onze lieve heer er even buiten. Godverdomme, Freddy, wat mast? Wat mast? Je weet toch, ik versta geen Fries. Ik kan hier zo min over, Freddy, hè? Jij woont hier in Friesland, maar jij interageert niet. Ja, wacht even. Technisch gezien woon ik hier dus niet, hè? Ik zal het even anders zeggen, in het Hoog-Hollands. Wat moet je, Freddy? Eurotje. Ach. Ik heb wel wat buisgeld voor je. Ja, het Wem krijgt nog in ijsko. IJsko, geld komt je net uit de lot vallen. Maar je gaat het zelf maar zoeken en je werkt maar voor je geld. Jee! Godverdomme, mijn rapper, jongen. We stonden net die jongen van de hoenekop. Hey. Dat tocht ik al. En van waar ben je toen erin? Ja, dat is best al witte hond. Ja, ik wil weten van waar is dat mooi hier uit. Ja, vind je dat mooi? Ja. Oh, dank je wel, dank je wel. Nou, meneer de superstar is eigenlijk wat te laat, ja? Hij begint aardig naast je skeontjes erin. Ja, het is de hele tijd erger met hem. Het is hier een bende. Volgens mij zit er ik wel eens aan een snuwerij.
Nou, dat valt toch nog wel een beetje ta. Zo, even repeteren, man! Had je me al jaren van Hanneke en Griet? Ja, verschrikkelijk, man. Ik ga vorige week wezen nog maar hun... Mijn auto, hè? Mijn auto in de Noord exploderen. Ik ga altijd in onderhoud bij Hendrik Bastianet in Burgum. Bastianet, Bastianet, betelbaar onderhoud Bastianet in Burgum. Maar, gaat het wel goed met die hemel? Wat dan? Broek zo net wat te vol drugs al laatste tijd? Ik rook wel eens een beetje heroïne, maar net door de longen, hè? Die hoes is echt een dikke tyfusbende op het moment. Ah, jongen, weet je wat? Dan neem ik wel een werkster. Die een beetje goed zoeien kan. Snap je? Zoeien. Maar goed, ik ben dus maar even dwaande west met onze nieuwe single. Op bliksem! Hey, maar wel kleren, hè, van Hoenenkop Festival. Hij staat een tekst. Ja, zeker! Ik mag net meer, ik mag net meer. Ik mag net meer, meneer. Ik vond die eerst wel een beste vent, maar nu vind ik net aardig meer. Ik mag net meer, ik mag net meer. Ik mag net meer, meneer. Ik voel die eerst wel een beste vent. Wat? Wat? Ik mij die net meer, meneer? Ja, ik mij die net meer. En daar wat mis mee. Het is wel eens wat hudder west. Wat? Ja, dit is echt wel een beetje aan de softe kant, hè? Ja, godverdomme jongens. Hey, het is 2021, hè? Wie maakt mij stiert mij? Want als we dat net doen, hè, verkopen we een heel nog geen cd's meer. En als we in de rest van Nederland nog een beetje voet aan de groen willen, dan mogen we ervoor zorgen dat onze muziek politiek correct wordt. Hè? Al die noemers hoe stront en godverdomme dit noten, dat is verleden tijd. Vanaf nu gaan ook onze oude noemers onder het mes. Eén, twee, drie, ik zal die krijgen. En brunwerker, dat wordt kleurlingwerker. Oh, Jezus. Begrepen? Wat? Ik mij net meer, ik mij net meer. Ik mij net meer, meneer. Ik vond die eerst wel een beste vent, maar nu vind ik die net aardig meer. Wat ben jij stil vandaag? Is er wat? Normaal ben je nooit zo stil voor een optreden. Nee, ik weet niet wat dat vandaag is. Heel doodleuk vind ik het. Ik snap het ook niet. Ah joh, je doet het al zo lang. Wat kan ons nog gebeuren? Ja, je hebt het, klopt, je hebt ook gelijk. Het maakt me veel te druk. Antje. Hallo. Hallo dan. Hey. Eindelijk zie je. Dat is nou net zien, hè, die liedje Scott. Oh, die heerlijke spekarpjes ook. Maar het gaat nog goed, maar het was weer een bevalling, hè? Ja? Ja, we gingen erbij en haast net meer west. Jezus, moet je toch niet aan denken? Nee, verschrikkelijk. Godzame, wel heftig. Ja. Nou, leuk dat ik die even zien had. Ja, doen we snel even de thee of zo. Doe even binnenkort. Ja, nou, doe hè. Jo, doei. Ja, we gaan nu. Hey, wacht, de telefoon. Jezus, ligt je daar helemaal? Ah, goeie. Wat mooi beestje, joh. Ja, dit is een mini-varken. Ah, wat een lieve puppy. Jazeker. Die heet Mirjam. Mirjam? Ja. Doet niet lang. Ja, maar Mirjam? Ja, iedereen wil wel een goedkopere energierekening, toch? Maar, nou... Gezellig. Zit op een plekje, jongens. Kunnen we hier zitten? Allemaal erop zitten. Schiet nog even op je. Ja, oké, sorry. Het komt niet echt heel goed uit. Kunt u misschien even... Ja, woensdag. Goed. Niet te vroeg in de ochtend, alsjeblieft. Oké, doei. Hoi. Oké, we gaan. Jezus, wat doen al die mensen hier in één keer?
Wat een gezelligheid, man. Leuk. Mooie wereld is het eigenlijk, toch? Zeker. En go. Ja, we gaan al. Sorry. Auto. Ja, en nu dan? Nou, dat wordt fietsen. Waarom praten we eigenlijk geen Fries? Nou, toen zit de chameleon toch ook niet? Dat is waar. Nou, goeie meisje, dat was net best, maar het was die je krijgt daarin. Geweldig. Nou, hartstikke leuk dat je mee wilt zoeken naar een nieuwe aflevering van de Friese Vlogger. Ja, eerst is al je gebeurd. En ja, ik zie wat tekening, maar we kunnen wel verder zien dat je nog meer spul leidt. Want nou, ik zou wel dat je nog meer leidt. Maar ze reken je, dit is de eerste gitaar van Mirjam. Hier had ze waarschijnlijk gewoon weer bestel op componeerd. Dat zou me niet eens verbazen. Hoe zie je nog meer leidt? Oh, chill. Hé, hey, daar komt een mooi vrouw schoen. Die kan ik wel eens even vreden. Jo, ben je in de buurt? Jazeker. Ja, ga je dat ook voor mij krijgen? Nou, het wien, je krijgt al die ambulances en politie's en zo. Je krijgt ervoor. Ben je er al wat bekend van? Misschien dieren of zo? Nou, net als mij net. Ja, hij, ja, of zie, hij had zijn oorrieden. Ja, niet strosjees. Dat is verschrikkelijk. Eerst Anneke Douma en Griet Wiersma en nu dit. Denk je dat er een verband is tussen deze ongelukken? Wat is dat nou weer van stemming maken wij? Toen is echt zo'n hier van de mainstream media. Van de mainstream media? Ja, die wil trok. Je een beziek gewoon bang te maken en dat wil letter een chip in de beul nog krijgen. Ja, maar als je alweer bedoeling dan heb. Ik zoek kappen van mijn belje op die weer. Geweldig. Vond je het een leuk filmpje? Dit dan een like achter? En was meer zien, abonneer dan op de Friese Vlogger. Geweldig. Oh, ik heb mijn hut met de concurrentie. Gouden tieren brengen, jongen. Eerst bier. Doe, Pop. Hey, Emiel, Emiel. Hey. Heb je weer een eurootje voor me? Mede-hoofdrolspeler. Heb je weer helemaal lekker neergegeven op je kleedje? Nou, neergegeven. Nee, nergens niet om, hè, Freddy. Maar waarom ga je ook niet gewoon werken voor de centen, hè? Ik bulg me ook elke dag om dood. En ik bedoel, de centen komen niet uit de lucht vallen, hè? Soms wel, ja. Ach, Emiel, wie wil zo'n oude zwerver nou nog hebben? Er is toch helemaal geen werk voor mij? Maar wacht even. Jij bent toch zo'n grote Friese rockster? Oh, ja. Ik ben best bekend, ja. Heb jij niet wat klusjes voor mij? Hé, voor een eurootje. Nou, weet je wat, Freddy? Dan weet ik het goed gemaakt. Ik strijk even met de hand over mijn hart. Help jou uit de brand. Dan mag jij bij mij thuis wat putjes doen. Kom maar mee.
Bas, heb je nog een putje voor me? Het is tijd, Freddy. Jij bent er klaar voor. Jij gaat nu voor mij Pieter Wilkens dood doen. Gekkigheid, Freddy, jongen. Gekkigheid. Hey, jongen. Oelie. Hoe is het nou? Ja? Wat had er bij het een? Oh, zie. Nee, ik denk in Arnhem Delkom, jongen. Zullen we maar die oude kruishouder bezig? Hoe ligt het daar? Ja. Hey, hoor je de bek, jongen. Bezig nou, jongen. Ik kom er ongeveer 20 minuutjes. Hoi. Rutten mij beneden en er wien in mijn hier een koelbox voor mij bier en een kickdown. Die lekker versnelt, de rookie neep aan meer. Ja, jongen, hier rent op draaien poorten, jong. Huh? Pap en jong? Ja, dat is bijzonder. Ja. Oh, is toen nog een naar laar uit mij, hè? Ja, zeker. Nou ja, kijk, ik ben wel te horst. Oh, nee, dan. Wanneer moest je ouder al kleren? Ja, Mandy, maar we op Samara, Heine. Op Samara, ja. Kerst meer een helpen, man. Ja, tuurlijk, jongen. Oh. Nee, maar dat kan wel. Hé, oh. Hey, kerst op mijn rekening, hè? Dat wist. Mooi. Kerst altijd op mijn rekening. Ik ben erbij. Mooi. Nou, maar eerst maar even goed rennen. Ja. Ja, het ski de bult. Ons tolle voeren. Op en uit. Mijn Douwe Heringa. Pokkenbollingen bij een uniek optreden van de zusters Elske en Femke de Wal. Het eerste nummer bij de gewone Lusterisille is haar nieuwe single Never Die. Oh, wat gebeurt er nou? Er komt hier maar een kettingzeer het podium op. De man zet een kettingzeer in Elske haar eren. Wat gebeurt hier nou weer? Dan stiet je een hele strijd. Ik jou het wat door. Geert van Thun, neem het even over. Ja, dank u wel, Douwe. Elske had mij nog werk in de eer om de kettingzegen te pakken. En stwam nou frontaal de man erop. Oeh, dat geeft heel veel mis. De man een spring krijgt op het tiet aan de kant. En zo belonen de kettingzeg liek in de poort van Femke. Nou, die kan ze alles krillen. Een mooie actie van de Marner weer dat. En hij neemt nou het initiatief, maar een knuppel ramt hij nou de schedel van Elske in. Ja, nou keer het hutje. En het publiek zit op de banken. Femke beziekt nog een keer hoe rein te komen. Maar dat slag het net. En ik haar halen het nou vol slime inslijn naar die knuppel. Tjonge, jongen, nou. Nou ja, het is die hier. De Marner die stapt in de auto is keurt voort. Elske, Femke, 0. De Marner 2. Triochtoer win ik trouwens even van de Marner hier in de Prinsentuin. Waarom? Naar Douwe Heringa. Elske en Femke binden. Oh, wat vreselijk. Wat vreselijk. Zo die cabareteur was. Zie je joh, een bedriel krijg je moos als oors. Voor de pauw van een splinternieuwe loods. Naar mijn jobby hazen ja. De adres, want ze regel je alles, dus van jou geen stress. Sleutelkleer, is bij u dus echt sleutelkleer.
Kampioen en welkom bij deze extra uitsturing van Friesland Joert. Van de middag bij een optreden in de Prinsen Tuin in Ljouwert, Elske en Femke de Walle op gruwelijke wijze om het lippen bracht. Van het dier ontbreekt elk spoor. Dit kent toch geen tafel wijzen, meisken. Het gaat hier om een seriemadder. Abonneer je op mijn kanaal en ik houd je op de hoogte. Geweldig. Allemaal Friese artiesten dood, man. Die moeten hebben wel precies wie die allemaal dood moet maken. Straks gaan ze uit nood in Friesland allemaal naar Groningse muziek luisteren. De politie liet in een reactie weten dat ze sterk het vermoeden hebben dat we hier maar een serie madner te krijgen hebben. Er werd op dit tijd manmachtig naar de dieren zocht. Ik liet de politie weten dat ze haar beste meesken op een zaak zetten hebben. Dat wie, dat mooie briesje wie, dat is Kortje. Oeh, Kortje. Mijn mooie lief, maak het allemaal een shh. Kortje, Kortje. Kortje. Ga je wat zitten. En Derek. Goitske van Goitsen, recherche. Ik doch onderzoek naar de zaak van een Friese seriemoordenaar. Mag ik hem binnenkomen? Zeker. Kijk hem bij die binnenkomen, mooi. Zo, even geduld, Jer. Het spultje even een keer meisje voordat het hard wordt. Ik kom jou waskouwen. Daar binnen oorwijzingen dat er een seriemoordenaar actief is die het versioen had op Friese artiesten. Nou, ik weet ook wel een Friese artiest die het op die versioen had. Dit is net het moment om nonchalant te wijzen, meneer Hoenekop. De kans dat jouw ek aan de beurt binnen is grut. Fjessen te grut. Fjessen te grut, ja. Dat jij ik wel vaker. Ja, oké. Okay. Binnen jou recentelijk ik benader het toch onbekende meesken of binnen der oren dingen die het oorse zoors binnen? Oh, ik ben 10 minuten lien nog benaderen het om mooi vrommers en sinds die tijd erin mijn dikke bomen. Goed, ik weet genoeg. Ik zil die kant uit. Ik is nog wel even. Wist je erom het nog maar krijgen? I'm sexy like a bee. Sexy like a thing. Sit as like a homie. Nee, ja, ik moet voort. Ik ga een afspraak met mijn mansje voor mijn vochtige kelder. Ik liet mijn kaartje achter. Ik kist om je altijd belje. Nou, bijzonder nog. Als ik niets te binnen zit, dan bel ik die leven. Die vindt me echt wel leuk. Zo, dit gaat wel heel raar. Dit is toch wat worst? Ja, zeker.
Mansje, doe ik eens de mek voor haar! Godverdomme, ik schrik met apelhazers. Mogol, ik moet bier halen. Ga werken. We hebben de aanwijzingen dat er een seriemoordenaar actief is die het verzoen had op Friese artiesten. De politie liet in een reactie weten dat ze sterk het vermoeden hebben dat die hiermee een seriemoordenaar te krijgen hebben. Ja, rustig maar, ik ben het maar. Oh, je schrikt me daar. Zit je kroon, ons man? Jazeker. Ja, dat is het idee, schrik ik wel jou, joh. Zijn werk met al die artiesten hier, die aanslachten worden. En er ongeling om. Oh, zo, ik ben hier in de wijs. Hé, hey, jongen, dat Shantikoor. Wat is dat mij dan? Al je dingen. Alle 44. Alle kop maar om. Hey, Freddy, heb je nog verdachte dingen gezien? Verdachte dingen? Wat bedoel je? Ja, ongure types met scherpe voorwerpen en zo. Nee, ik heb helemaal niks gezien. Oh, nou, hou je ogen open, Freddy. Er gebeuren hier nu weer dingen. Baas, wat ben je gestrest? Weet je wat? Ik weet wel wat. Zo. Even lekker zitten. Ik heb wat voor je. Wat is dat, Freddy? Daar word je rustig van. Oh. Duurt het al lang voordat ik wat voel? Nee. Lekker, hè? Lekker, hè, jongen? Dit is zo'n ongeluk, Freddy. Zo'n ongeluk. Doe maar rustig, hè. Freddy! Pak even! Hey, pak even op met die kettingzaag, man! Al die artiesten in de... Dan ben ik aan de beurt. Wie er nog maar een die het zoeken van mijn oernemen koe. Maar het wordt heel binnenkomen vanzelf. Mijn lust wordt een onnozel figuur die toch niet in de gaten had. En het altijd joe vanzelf. Een eurootje of zo. Oh, wat is even. Hey, Freddy. Kun jij misschien ook goed zingen? Dames en heren,
Welkom op deze parse conferentie. Ik ga groot nieuws. De tijd is onbrutsen van mij om een stapje weerom te doen. En daarom wil ik hem graag voorstellen aan Freddy. Want Freddy werd de nieuwe zanger en slaggitarist van de Hoenekap. Derhalve zal ik de functie als manager beklaaien van de band. Als er vragen binnen, ja, doe dat, maar die vieze beurt. Zees maar. Eduard Rekker, de Friese vlogger, had dit misschien wat te krijgen met die Friese muzikantenkiller? Doe minstens dan net dat ik daar benauwd voor ben, jong. Ik ben godverdomme wat, Piek. Laat me komen. Ik zeg hartstikke reeds nee. Ja, doe dat, maar dat misselijke ratkapje. Zees maar. Gera Friesma, Lauwe de Kranten. Freddy, wat vies toch van al die moorden die plaatsvinden in deze provincie? Ja, laat me dat maar even beantwoorden. Tja, als ben wie ik al hyperintelligent. Ik was zo intelligent dat op een gegeven moment mocht ik mijn protje ben uit de regio, een hoogbegaafde ben, naar een speciale squallen. In Buske. Maar op die squallen konden ze echt net een prutte mij meer worden, want ik wil altijd mijn horen dingen wanen. Letter ek en net al die dingen die even goed van mij winnen. Maar op een dag verhoor alles, hè? Het was 24 juni, 1994. Toen zei ik in de kranten die advertentie van alle tijd. Compleet naar de harde jassen, maar die dikke domme hazen strok mij de pepscap en de pil in de back. Alle tech wie toen maar al iets uitzendbureautje vanzelfs, hè? Maar alleen nog maar technisch personeel. Wel, ondertussen is dat natuurlijk, dat weten we al jaar, hè, de aller tech groep worden. Mijn jobs, mijn vestigingen in Jesterwaarde, Snits, Ljouwert en zelfs in Apeldoorn. En topwerk, hè, regio Dokkum. En net alleen nog technisch personeel, hè? Nee, skimmakkers, rijdekkers, chauffeuren, ze kunnen alles broeken. Hast toen een hartslag? Kist toe van balen stroom, meidje? Kist die honger melden? Ja. Maar hoe zit het met Jim, Jeroen, Bart en Rick? Jim als bandleden. Wat vind je hier huis van? Hé, jongen, die jongens vinden het fantastisch. Jongen, die verzinnen gewoon hun geld. En ja, dat draait het altijd om, hè? Draait om de pegels. Neem nou Jelle Talsma, die man is maar niks begonnen. En nou had hij die prachtige scheepswerf, hè? Scheepswerf Talsma. Jongen, dat meidje is een skip van miljoenen meter. Tja, en daar via Altec ben ik toen bij hem te lanen kwam, hè? Van mij, hè? Mijn ritme, kom mijn energie er wat in kwijt. En ze wien wie is mij mee? Want ja, sure, ik wien net alleen nog goed met de handjes. Ik wien echt goed met de hollen. En die knappe hollen, die zullen eraan verzwaren dat de Hoenekap meer geld binnenharkert als ooit, zodat we aan Allier een bootje kunnen bestellen. Bielle. Maar Freddy, er is er nou in gevaar, want alle Friese artiesten die worden ingevaren. Ja, sure, mijn cliënt, die neem ik nou in bescherming. Hij hoed je net op de hand worden, hij had het recht om te zwijgen en hij had nog geen mediatraining gehad, dus wie gaan wij? Freddy, kom, naar je eruit. Hey, Miel. Hey, poepenskate, er is toen weer geil in. Freddy, staat die auto maar, hoor. Zo. Nou, de leuters slingen me alweer een ruttewissen door de broek heen, hé. Best een charmeur, hè? Maar even eerlijk, wie is Freddy van die moordenaar? Ah, je wist wel even. En sure, Freddy, die komt uit Amsterdam, hè? Dat stack en shit is een ander al jaren hoop. Die is wel wat weg, hè? Maar breng je hem zo niet in gevaar? Wat had ze nog hebben? Die had zwerven tegen je, of ik? En als toen nou even goed in werk doest, hè?
en die moordenaar te pakken krijgt, dan rent er heel lang geen gevaar meer. Hè? Doe maak eens misbruik van hem. Een doe zit op het dak. En ik maak heel lang geen misbruik van hem. Freddy? Live, dames en heren, Haas is weer een bommetje vol programma. Bij Haas is eerst de Friese vlogger, die spaant hier ergens om. Die zullen eens even bijpraten over de persconferentie van de Hoenekop. En we zullen ten eerste ook nog houden over die smarge moorden hier in de provincie. En ik beloof je hem een te gek optreden van de doelleers. Jawel, dat zullen zeker de vonken van oorpotten. Maar we beginnen met Piet Ponton. En de nieuwe single, dames en heren, die is uit. Pak nou die kongers. Mooie titel, Piet. Mooi, dat is de best. Maar waar gaat die eigenlijk over? Nou, die ging er hoor. Dan mag ik gewoon scheid hebben aan wat mensen van die denken. Dan liet ze maar in de strontzaak, joh, net Willem. Daar ben ik helemaal mee niet eens, jongen. Hé, ik vreet me wel eens even aan met al dat succes. Kun je daar een beetje van besteden of haast er nog wat nijs? Nou, nee, ik kan er nog net van besteden. Trouwens, de winkels ben ik van burger met kroomjast. Dat is toch helemaal fantastisch. Mooi, man. Blijf lekker staan. Wij gaan naar de doelheersen. Zij zullen live optreden. Met welk noemer? De hele tijd gaat naar de bliksem. Oh, had ze dat maar net letterlijk doorgaan. Hats, jongen, er gaat weer van alles mis, Jorten. Goed dat jij een beetje bij dit programma. Het is natuurlijk live, hè? En wij gaan terug met een show. Live, Piet Ponton is in de single. Stop hier maar even, Freddy. Ik moet je wat laten zien. Kwart voor twee. Lea verde ja als live. Nee, Freddy, nu even geen gekkigheid. Deze plek is voor mij heel belangrijk, Freddy. Want jaren en jaren geleden is hier een hele wichtige gebeurtenis gebeurd. En nu ik hier sta, dan voel ik weer allemaal gevoelens. Kom mee, kom. Ik moet je wat laten zien. Want het was hier. Hier heb ik ooit voor het eerst een meisje op de vinger gehad. Maar waar was jij eigenlijk, Freddy, toen je voor het eerst een dame op de vinger nam? Dat heb ik nog nooit gedaan. Waarom niet? Ik ben nog maagd. Dat meen je niet, Freddy. Waarom ben jij nog maagd? Jij bent toch niet homoseksueel? Nee, zo zit het niet. Zo zit het niet, Emiel. Oké. Maar hoe zit het dan eigenlijk wel? Weet je, je moet begrijpen, Emiel. Ik leef al vanaf mijn achtste leef ik op straat. En mijn leven is heel anders gelopen. Dan denk je niet aan vrouwen. Dan denk je alleen aan overleven. 8 jaar oud. Dat is wel erg betijd om uit huis te gaan. Ja, Emiel. Ik ben geboren in Hartje Jordaan. Als enig kind. Mijn ouders konden geen kinderen krijgen. En opeens was mijn moeder zwanger. Iedereen blij natuurlijk. Behalve mijn vader. Weken daarvoor was mijn moeder naar een concert geweest.
van die Rotterdamse volkszanger, Lee Towers. Nou weet ik niet precies wat daar gebeurd is, maar 8 weken later, zwanger. En op een gegeven moment begon ik als klein kind begon ik te zingen. En je moet weten, mijn vader had een hekel aan 2 dingen. Aan muziek en aan Rotterdammers. En op een dag kwam mijn vader vroeg thuis van werk en hij zwaaide de deur open. En daar stond ik, midden in de kamer, te zingen voor mijn moeder. You never walk alone. Hij ontplofte. Al zijn bange vermoedens werden bevestigd. Van al ons drieën ben ik de enige die het die dag levend vanaf heeft gebracht. Maar Freddy, dat is niet best. Jij bent nog altijd vingermaagd. Maar ik zal jou 1 ding vertellen, ouwe bastaardzoon. Daar gaat gauw veranderingen komen. Soms krijg je in het leven een kans en die moet je met alle vingers aangrijpen. En jij wordt nu de zanger van de Hoenekop. En alle vrouwen zullen voor jou in de rij staan. Maar je bent nog niet waardig. Jij moet nog in training. Ik zou zeggen, zet je wekker. Morgenochtend om 11:30 gaan we beginnen. Om 3 achter al in de rij. Nog mislijf een keuze en nog heel zin en vrij. Mis te praten met z'n vrienden die een klopt. Van kussen zullen die net stemt. En als het zwart romeert, dan leidt je van die buurt. Eentje werd naar huis. Maar aan alles komt een eind. Wist wel dat maar deze slijt. En heel snel wordt het team dein. Wacht op die kans. Dit is die moment. Wacht op die kans. Het enige wat telt. Leg ze maar zakje in de grond. Als ze maar zwaar is, dan is er komst. Pak nou die kans. Meesken die aan hegel om die. Ze zorgen niet meer en ze rennen van mij. Van die, ze jaren niet zijn met z'n keepje voor die platen. Alles uitverkocht. Doe maar vecht je tot het eind. En elk couplet een nedervrein. Alles zit hier door in mij. Vaak door die kans. Dit is niet. Als er maar zware gedachten komt. Heere God, ik vraag u om raad. Vanavond heb ik een optreden met de Hoenekop. Maar dat is een goddeloze band. Ze zijn nu uit het oog verloren. Dus misschien moet ik het niet doen. Maar aan de andere kant, dit is mijn kans. Misschien wel mijn enige kans om het van het leven te maken. En om mijn gruwelijke verleden achter me te laten. Ik moet bekennen dat ik de afgelopen tijd dingen heb gedaan die niet door de beugel kennen. Dingen die u vreselijk vindt. Dus mijn vraag is, moet ik wel zo doorgaan? Ben ik op het juiste pad? Geef mij een teken als ik dit niet moet doen.
Mooi. Is het al yet? Pieter Wilkens is nog ikkel die. Jezus. Ja. Wat dat ze heet? In 94% van de gevallen is het een bekende. Ja, maar in sommige films just hem na 52 minuten pas voor het eerst in beeld. Hey jongens. Hey, hey. Frederik, jongen. Ben je een beetje kleur voor? Ja, ik wel. Maar is hij er een kleur voor? Hé, hey, Freddy, versoep de kater, hè? Dat noemer. Dan maar stel. Zie je toen juster weer best onder drank? Heel goed, Freddy. Maar tijdens dat nummer komt Frederik dus in dit poezenpak het podium oplopen. Om door middel van visuele ondersteuning de feestvreugde wat te verhogen. Nou, geinig. Leuk je te ontmoeten, Frederik. Dit komt dan nooit goed, jongens. Ja, wie maakt me Shen? Geen idee. Nou, volle slimmer als mij Emiel de laatste hier kent net wedden, Frederik. Nee, Emiel die worstelt met zijn eigen demon. Het is soms tegen bij de beest nou, maar het is tenminste net een fucking Hollander. Showtime, hoenekap. Nou jongens, daar gaat er dan. De shuttle, man. Omhoog de zee. Jij eens even goed naar me luisteren, vieze, vuile, gore Hollander. Je kan hier wel een beetje de toffe peer uithangen. Maar mij hou je niet voor de gek. Want ik ruik een rat. Begin er een dolle bouillon van meidje. Het eerste noemer kleurlingwerker. Het is de kleurlingwerker.
eindelijk weer corsetjes pakken. Gisteren maar even naar de hoenenkop. Mooi smoor. Stukken beter met die nieuwe zanger Freddy. Gisteren bij de hoenenkop best. Ze gaan naar je zanger Freddy. Dat ben je beste optreden ooit. Freddy is geweldig. Ja, nu weet ik het wel. Freddy is geweldig. De nieuwe zanger van de hoenenkop, Freddy, is geweldig. Dat die blikken bij het magistrale optreden dat de hoenenkop juster joeg. We hebben gewoon fans wie dit zelfs het beste hoenenkop optreden eer. Ja, het was ongelooflijk. Het begon heel spannend allemaal natuurlijk. Maar op een gegeven moment had ik het publiek helemaal te pakken. Het was echt ongelooflijk. Publiek. Nee, jongen, het was fucking te gek. Ja, jongen, ja, te gek. Dankjewel. Dat was mooi, man. Ja, te gek. Dus het was echt... Ik ben het! Ik denk, gek, jongen. Wat mooi. Leuk, man. Maar het was helemaal top. Dus we gingen echt helemaal... Oh, hey, oh. Mag ik het nog ja, oh, ja. Ja, tuurlijk, ja. Freddy. Freddy. Alsjeblieft. Ja. Dus, het was goed. Fucking sukkels. Sell-outs. Maar goed, meer geld voor mij. Stroomt toch in mijn boezem in. En meer tijd van mijn... Echte maat, min oelie. Hé jongen, die is bellen. Mijn best. Ik had je 100 keer bellen, jongen. Die kraas is je hoor. Oh, bliksem, ja. Ik kom er hoor, hé. Ja, dat hoeft nou niet meer. Freddy hier al. Freddy? Ja, wat een topcoureur. En niet een topmodeur. Ja, dit was dus niet de cabaretteur. Nee. Hey. Toppie! De godverdomme Freddy van Noom! Je komen! De hoen die schiet me het hele hiemelder! De coniferen groeien het dak uit! En ik zet je nog mijn brak kook! Wat maak ik daarmee? Droog slikje? Als een soort stier! He maakt Noom! Je komen! Het is nog altijd mijn zwerver! Domme. Oké. Goeie. Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ging dat hart voor zien kennen, hè? Ik ben er thuis nooit aan het opkrijgen, jongen. Oh, ja. En als je hier nog zo bezig bent? Ja. Wat denk je dan aan? Ik had zo'n rare man, jongen. Nou, wat dan? Ja, ik ben er helemaal nacht voor wij. Nou, we er bij hoe beginnen, hè? Ja. Oh, jongen, ik kom van de morgen uit bed, wij, dat door de meesten wil, hè? En ik kom achter huis. Nou, je wilt net leeuwen, daar staat een peel mijn kapper op. Hey, nou, ik ben weer in een huis alleen. Nee, kijk, ik maar dan maar even zien wat dat is, hè? Ja. En toen we dat die schoening gaan, zag van met, hoe heet die mensen? Met lof of hoe heet dat? Pegmeet. Pegmeet? Ja! Nou, ik ga de politie bellen. Jan-Kobus Schöninga. Oh, dat ja, jongen. Ik hoorde voornamen net, maar dat hindert net, hè? Nou, die kap zit erop, jongen. De politie komt wel naar Jervel wat het werd, hè? Ja. En dan mag maar zien wat het is, hè? Nou, leuk dan er weer. Hier gedank, hè? Ja, een goede dijf verder, hè? Doe. En dan met die toe gaan ik even komen te schoffelen, hè? Ja, nou we gingen af het. Ja, dat wil ik wel jou. Nou, doeg. Nou, doei. En daarom is de waas te veel. Ik maak je die dier, ik maak je die dier. Ik maak je die hartstikkende dier. Ik ben ontstaan van de DBS. En daarom is de waas te veel. Goeie tekst, Freddy! Ja, ja, ja. Ik maak je die dier. Dit is in ieder geval een stuk beter dan. Ik maak die net meer, meneer van hemel. Hoe heb je dit zo bedacht, jongen Freddy? Ja, hoe zet help en wat inspiratie links en rechts? Ah,
dit wordt een mega hit, jongen. Ja. En dat optreden ook, jongen. Wat was jij geweldig, man. Het publiek werd helemaal gek. Ik heb in jaren niet zo lekker gespeeld. Ah, dankzij jullie, hè. Hey, dankzij jullie, hè. Jullie waren echt geweldig, man. En die chemie tussen ons is echt, echt, echt magisch. Hans Klok? Die is er niks bij. Hans Klok! Hé hey, jongens, hoe is het? Wat komt het allemaal? Nou, gewoon goed, net Arne Sadri. Oh ja, Sadri is super, jong. Wat een zanger hij, die Freddy. Het is crack of is Freddy het laatste puzzelstukje wat we altijd mist hebben? We zijn eindelijk compleet. Emiel, ik hier eens met twijfels, dat zeg ik eerlijk taai aan, maar dit is het beste idee dat je in Jirrenhorn haast. Dank je, hoor. Eén wat door, jongens. De nieuwe single, hè? Ik meid die net mee en meneer. Ik ben nog even douane geweest met die tekst. Oh, stop. Freddy had al een volle betere tekst betaald. Freddy? Die had stoethaspel? Nee. Hey. Die zwerver, jongen, die praat net eens Fries, kom eens. Hoe zou die nou een tekst voor u schroeven? Nee, jongens, hey. Daar is het om, hè. Ik ben altijd manager van deze band. En tevens tekstschrijver, dus ik bepaal wel even wat hier al is zong wordt, ja? Onderkant. Hé, hey, die tekst, ik meid die net meer. Je woont dat al je wat roeger ha? Ja. Nou, daar ga ik rekening mee houden. Dat denk ik dan ook wel weer. Het wie dus, ik meid die net meer meneer. Dat helemaal. En nou moest opletten, hè? Dat gaat raar, hè? Als toen nog een sa tro gist, ja. En nou komt het, nou komt het hurren, hè? Dan doch ik die misschien was zeer. Oh, jongen, ken hij is net, hè? Ken hij is net, maar vooruit. Nou, ik denk, je mij krijgen we van die stickers op een cd van Parental Advisory, Explicit Lyrics. Briljant. Ja, hè? Ja, echt. Nee, echt geniaal. Ja, nog? Echt heel scherp. Op het randje, hè? Het is zo goed. We worden nou eigenlijk direct mee aan de slag. Dus, echt super, jongen. Ja, maar ik kan nog wel. Nou, hij is vast wel belangrijke managerzaken te doen. Zo. Dus dan kunnen wij mooi even terugrepeteren. En dan kan je ook niet, denk ik, mooi doen. Nou, hoor je, hè? Ja.
Emiel, even je poot aan de kant. Bouke, pak mijn beerke. Op die kan ik te mijn bouwen, hè? Vriend. Hey, Gally Gilstra. Kijk voor die doen. Kom verder. Heb jij kinderen? Och, dat vind ik zo'n Beatrice, hè, kut hier. Nou, dat koek hoort bij zo'n trucje op. Ik wil meer zien je. Ik ben dwaande mij het onderziek en daarom moet ik Freddy spreken. U praat om misschien nog niet voor je leven. Dus je ons vertelt ze het even nog mee, dan vertaal ik het even. Hè? Nou, ik ken heus wel Nederlands, hè? Ik mat hem onder jouw regen spreken. Nou, godverdomme, neukst hem toch. Ik moet skieten. Freddy, ik denk dat er een bepaalde volgorde in de moorden zit, al kan ik mijn vinger er niet precies op leggen. Nee, ik ben eigenlijk wel ding waar ik mijn vinger naar op lezen kan. Freddy, ik moet het met je hebben over de seriemoordenaar. Misschien, maar jij bent er kort wel aan de beurt. Seriemoordenaar? Aan de beurt? Wat bedoel je? Mensen, er komt een action! In de Westerheen! Jij bent erin gelaast! Ik dacht dat Stoot hem verteld heeft. Ja, maar sure. Ik heb hem gehoord. Je had hem geroekt om die plak in te nemen. Ja, als kanonnenvoer! Als menselijk schild! Je was mijn gappie! Ja, nou, zie. Freddy, als zij daar, hè, die rooie. Als zij nou net even iets beter haar werk had gedaan, dan hadden we hier nu niet in de shit gezeten. Wat een Sto een nare vent. Die wijf ook altijd, hè, Freddy? Gappie? Broos before hoes, hè? Je hebt me gebruikt als kanonnenvoer. En zij doet er alles aan. Ja, hey, wacht even, hè? Nou moet je even wachten, Freddy. Na alles wat ik voor jou heb gedaan, hè? Ik heb een superster van jou gemaakt, hè? Ondankbare hond dat je er bent. En trouwens, hey. Jij hebt toch de Heere God, hè? Waarom ben jij dan zo bang voor die moordenaar? Ik ben niet bang voor die moordenaar. Ik ben bang voor jou. Want in jou schuilt de duivel. Maar wie heeft jou leren vingeren, Freddy, hè? Wie? Hè? Emiel, je kunt niet altijd maar tekeer gaan als een beest. Hè? En iedereen maar de schuld geven. Er is maar één man verantwoordelijk voor de shit waar jij in zit. En dat is de man die je ziet in de spiegel. Sorry? Je doet zelf je klusjes maar. Ik ben er klaar mee. Hey, ik ben nog altijd wel jouw manager, hè? Vergeet dat niet. De jongens van de band, die wilden ook al van je af. Ik heb het nog voor je opgenomen. Hey, maar ik begrijp ze nu. Je bent onze manager ook niet meer. Gelukkig ga ik die nog bouken, hè? Ze is me nooit verletten, jongen. Bouke, kom. Als ik hier is moeilijk, het valt me zwier. Er bestaat geen simpele manier. Ik al in de mooie tieren, zolang het pietig er wien, sluit ik het boek, het is al vier. Maar het valt me zwier. Het is net meer
belasting vrij. Dat doekjes nou mijn lieve mee, het is kan. Maar ik bleef bij mijn besluit. Maar doek is net meer u. Als ik hier is een mooi land, maar dit is hoe het kind doet, maar stil je wel. Dat ik die missen zil. En dat ik een prinsje let. Maar doe aan mij de pijn een keer. Als hier is mooi land, maar dit is hoe het kind Heren, jongen. Boer Frans. Hoe? Zeg dat blok dat in wijk kreeg, jongen. Het speeltje had ik al lang een aanlucht aan had. Hé? Weer het daarvoor? Ja. Wat is er gebeurd? Ja, maar zeg, ik ben lang, jongen. Ontbeulingen en de hele zeg een auto de hassel in. Ik denk, bliksem, dit is geen goed spul. En ik de henne naar de toe in ongenade. Ik ga een strijd gaan om die eruit te krijgen. Ja, nou lijst hier. In Mercedes. Ja, nou ja, daar heb niet meer van hoe. Daar hoest net mee te zetten, maar het bleed was als naar leefde. Oh, toch, Frans, hoe lang lees ik hier al? Ah, van juiste Jano. Oh, dat valt eigenlijk hier in principe wel langer verwacht. Ja, ik zet die gezichtsverwarming daar eerst in. Lekker hier. Maar dit had ik maken van geitenschaam hier. Zo. Ik heb die tenminste aan wij zien. Ja. Nou, jong. Ik zou zeggen, drink je maar wat van op. Dit heb ik vanmorgen zelf geproduceerd. Ik is wat onsterkje. Ja, daar knapt van op. Zo. Wat is dit, jong? 28 erin? Ja. Oké. Wat meer snor. Zo. Ik is wat onsterkje. Hé? En kies we naar die familie daar. Al naar die jongen. Oh, mijn familie. Ja.
Godverdomme. Ik ben iedereen kwijt, jongen. Ik maak de bed net meer zien. Al mijn collega's gaan daar. Mijn beste maat is er van terug. Bouke had me in de steek laten. Het mooiste vrouw is van de heel wereld. Ik hier er haast op een vinger. Ik hier er haast op een vinger, Frans. Daar heb ik hier een leer meer. Oh, jongen. Kijk, maar Frans, kijk je net blijven. Hé, weet je? Dan help ik die op een plaats. En dan leven we tegen op een ouderwetse manier. Dan ben ik Lietse Frans. Jongen, dan mag ze even, ja. We hebben alle, ieder menske en we alle hebben alles een dip in het leven. Dat wordt net meer zitten, jongen. Maar daar komen we wel bij over het heden, jongen. He? En doe best nou een jong kerel, bliksem. Doe het eerst naar het leven. De hassers met daarvoor. Net verblikken. Doe best een kerel. De kul met die stringen aan de strak bij jou, bliksem. Ja. Hé. Hey. Ja. 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 Oh. Oh. Zo maak het jaren, bliksem. Oh, net dan. Ja. Dan slik die een riet, ja. Die meerdener, hè? Die meerdener, die mast eerst oproemen. Ja? Want ik zit die zei, de mast er net op wachtje, want dan wordt het aan al met die gebeurd, hè? Liek als Gritsje en Anneke en Pieter, die ben al hier al net de bliksem. Frans! Anneke! Griet! Pieter! Zust het verbaan! Ja, dat hakt die krekt op mijn hazen zijn het in. Nee, dat... Frans, ik maak je wij! Ik maak je wij, bliksem! Oh god, mijn auto! Ik ga nou wat moois voor die te steken, jongen. Nou, jongen, dan mag je hier eens even zien. Onbaaslie dat ik hier ga te steken. Wat zei je daarvan? Dit is een witte droom die klaar komt. Hier ga ik altijd allemaal reden vol. En ik zie gewoon mijn maat die mee en krijgt de goede hier. Ik stapte toen nog even voor een slokje in de kroeg. De gerre meid papke die naar onze joeg. En toen weer daar onder die wat boos van mij. En ik kreeg het gevoel dat ik naar de vlakte ging. On een overdoosje drank, overdoosje sfeer en check. Ik hou van het leven en aan jou mijn tokje zeg. Ik ben een kracht nuchter, ik ben een leverspoor. Ik ging naar de kroeg en gedraag me idioot. Jouw me een pot bier en een pak sfeer en check. Ik ben een ouderwets geworden. En ik hou die op haar bek. Joet, een dag met bewolking, een dag met... De eerste roelering zo de centrale as. Dus komt toch met een woord binnen de vissers. Helder de kaas, veel risico's nemen maar. De kruis nou dadelijk, namelijk mijn lefst. Twee keer dezelfde artiest. Je moet meekomen. Ja, dat zal wel, jongen. Maar ik kan je toch niet meer vertrouwen, man. Ja, dat snap ik. Ik weet het, Freddy. Je hebt gelijk. Ik was een enorme omkool. Een overgrijzelijk omkool. Maar nu niet meer. Maar ik heb geen tijd om uit te leggen. Bram is de volgende. Je moet meekomen. Kom. Bram? Ja, kom mee. We moeten een auto hebben. Eruit. Eruit, Freddy. Niet zo halfwijs, man. Dat kan toch niet? Hij is van de FAP, riool en wegenbeheer. Oh, hij is sponsor van onze film. Tuurlijk. Nee, sorry. Oh, sorry. Dat is zielig, hoor. Sorry, zielig. Sorry, jongen. Ja. Hey, goeie reis verder en bedankt voor de steun, hè. Hey, sorry, hè. Hoi. Stop, stop. Stop. Kom maar. Neem maar die auto. Ruk, kom op. Wat zei je nou? Kom op, Freddy. Arrangeren.
oren sticht voor hem. Het keer ik nooit eens normaal, hè. Domme. Hoeveel vrachtwagens hebben die laag? 17 stuks, Freddy. Dit is firma Wassenaar uit Bitgemmen Molen. Mooie wagens, hoor. Met al die hartjes. Dat zijn geen hartjes, Freddy. Dat zijn pompenbladen. Ja, firma Wassenaar, dat begon al in 1928, hè. Paken Wassenaar was eigenlijk een simpele agrariër. Maar met de komst van de mechanisatie kochten zij hun allereerste trekker. Dat was zo'n trekker met 4 wielen. Maar ja, dat leek wel 3 wielen, want die voorste wielen die zaten zo heel dicht bij elkaar. Hè, ongelooflijk. Gaandeweg is het bedrijf uitgegroeid naar een transportbedrijf. En ze vervoeren van alles. Bijvoorbeeld slip. Dan rijden ze met slip het land in en dan komen ze met stroom weer thuis. En die stront, die kunnen ze ook op allerlei manieren bewerken. Zodat een akkerbouwer weer te kust en te keur uit de voeten kan met die stront. Wat ontzettend interessant, Emiel. Vertel eens verder. Ondertussen is de firma Wassenaar /mestweg.nl ook nog een loonbedrijf en een melkveehouderij. Mooi, hè? En weet je wat nog veel mooier is, Freddy? Ze hebben dus tegenwoordig voorop de combine het meest geavanceerde korrelkneuzerapparaat uit Amerika. Daarmee ontspringt geen enkel maiskorreltje de dans. Zo zet Wassenaar zich maximaal in voor de omzet van voer naar melk. Hé, hey. Moesten we niet net nog, hoor? Dat had ik een mooi ding. Nou eerst maar een beerke. Zit op het dak. Jim? Jim, wanneer in Amerika. Waar heb je hem die wapens in gekregen, je wij? Thank you.
Gaan jullie nou echt een agent doodschieten? Je zegt dat jij een agent bent? Ja. We hadden ons nog nooit in politieauto's zien, hè? Of mijn collega's en dit en dat. En wat frest toch eens de hele dag uit? Dingen onderzoek je. En uit mijn onderzoek bleek bijvoorbeeld dat net ier weet hoe de ouders van Freddy omkwamen binnen. Ja, haal mijn familie naar buiten. Stel het je rotzakken. Wie zegt dat Emiel niet de schuldig is? Die hebben er het meeste baat bij. Als de concurrentie wordt afgemaakt. Hoe wist zo eens dat Bram de volgende weer? Nou ja, dat is ook best wel simpel. Kijk je wel even zien letten. Zo, die killer, hè? Die werkt naar een bepaald systeem. Oh, Karel Post heeft zijn omslag bijgewerkt. Vind ik leuk. Berend Wiemink, nieuwe zitmaaier aangeschaft. Hé, hey, de Van de Galliens, die had je een feestje. Ik vind het ook leuk. Emiel! Hey, Emiel! Huh? Oh ja, die killer, hè, die werkt nevens een systeem. Maar de Vries is top 100. Doe, hast het ontcijferen? Ja, zeker. Zo, ik kan het alleen niet lezen. Als bijvoorbeeld Bram hast, die stond vleed neer, stond hij op nummer 3. Nou, dan loopt Stefan aan de totale lengte van de centrale as in kilometers. Dat deels dan werd door het aantal bezoekers van de laatste wedstrijd van LDODK. Dan vermenigvuldigd staat met het maximale alcoholpromelage dat Piet Paulusman nog het nice mee presenteren kan. Dan neemt alle ex-vriendinnen van Siep van de ploeg. Dat helst er weer van af. En dan komt het op 6. Plus 2 is 8. Ja, dat is 8. De nummer 8 van de Friese Top 100. En dat is? Dat is Johannes Riepma! Natuurlijk. Het aantal bezoekers van LDODK dat ik daar net al tocht had. Maar goed, bel Johannes. What's going on? Ja, maar Johannes. Johannes! De best! Gewoon thuis. Jongen, was hij een goed naam in Lutri? Oh, daar komt mijn keperon van de marktplaats uit. Nee! Hey, ik bel je daar zijn waarom, ja? Johannes. Ja, kom maar verder. Met Johannes! Johannes! Godverdamme! Jo, komen van mijn marktplaats advertentie? De 2-takt vibrator? Oh, dat is, het is koudbotten zeker. Kom er maar even in. Zo, ooit mag je wel even zitten en dan haal ik hem even op. Pak me in, kom maar! Ja, ik ben snor! Had in een zwierkring. Dit is hem. De Turbo Swans. Type truien. Facelift modeltje. Hij is gemaakt in Oost-Duitsland in 1988. Krek voor de val van de morgen. Ja, die communisten wisten er wel hier mooi. Toen heerste al die regeljouwing dan net. Toch een bliksem. Bel je hem nog eens! Hè? Bel je hem nog eens! Ja, ik ben aan het rinden. Godverdomme. Oh, neem je dat, ja. Ach, dat is helemaal wat aan Emily. Dan je net me toch. Ja, maar Johannes, ik ben er even net. Maar ik hoor van het leven en ik wil nog lang niet doen. Goeie! Johannes! Die persoon die binnen is, dat is een moordenaar! Sure, deze vibrator is natuurlijk echt een limited edition. Ik zou hem wel even jaren letten. Dit is beter als die plastic rommel. Nou, die Chinese troep van Tjimburg. Als je wat kwietrooitje wollen er binnen niet, dan moet je die rommel ha. Harry, bier! Bier! Ja, is nuchter, man. Kies maar niet, maatje, hè. Als er nou nog koud is,
Want ja, hij wie nou nog warm, dus ik bedoel, ik hem krijg naar brood. Ja, ik bedoel, ik ken ook nog dat. Maar als het dus koud is, dan zit hier aan de vakkant zit de choke. Even zien, ik geloof dat er daar ergens. Even zien. Nee, hij zit daar. Gleurig, God! Zelf in! Nou! We gaan oorslag mis, we gaan oorslag mis. Hé jongen, eigenlijk ben je wel bekend, dus je bent op. Ik zit niet over nu, Ruud. Kan krijgen wat. Die is bewusteloos. Ik ben hem later wel vast. Nou ga ik eerst een bierke verdienen. Het beste van jongens. Goddomme. Nou ja, dan weet ik in ieder geval wel dat Jim de moordenaars net ben. Hè? Sommige moordenaars werk je in duo's. Die twee! Tro deze opmerking van Goetske gong ik er automatisch van uit dat het Friese zangduo Die twee wel de moordenaars wijzen moesten. En terwijl Goetske haar hem vermaken met de turboswans van Johannes. Zocht ik de man van die twee even op. Heeg in mijn emo en lulk als een zagen. Laten we nou maar even zien hoe dat haar rint.
Goedemorgen en welkom bij Friesland Joerd. Het duo Die Twa is op beestachtige wijze ombracht. Maar oors, zoals bij de orenmoorden, is dit keer de dierder bekend. Het gaat om Emiel S., jonger van de band, de Hoenen K. Emiel heeft hem zelfs bij de politie melden. Hoe het motief en de tadracht van deze moord is, vereerst niet bekend. Goedske. Dat we hier net zo handig, Emiel Stoffers. Nee, nou ja, doe zij dus duo. Ja, dus ik dacht, Ian en Ian is die twa. Ja. Nou, lid het recherche wil ik nog maar aan mij, hoor. Ja. Maar goed, ik moest lullen als brugman, maar ik is er weer uit, ja? Oh, mooi. Hier, die klim. En denk erom, er zit een lading pers moeten. Mij alle jaar lastige vragen. Dus ik draag die een beetje netjes. En een beetje respect voor die twa. Ja, goed kleren. Eerst voor het zoekerkontje. Die reden kan hem ik wel halen. Emiel, Emiel! Is op dit van de daad. Nou ja, als eerste wil ik graag zeggen, sorry voor de nabestaan. Dit hier natuurlijk nooit zou moeten. Maar ja, ik zit de laatste tijd wat heeg in mijn emo. En ja, sure, dit is voor mij echt net leuk, hè? En daar komt bij, die man wie nog lang stoppen. En nergens net om, maar nergens meer wie die man zelf echt lang en zuiver op een graad. Hé, je kan het niet. Hé, je kan het niet. Trouwens nog bedankt ooit dat ze me uit de bak helle haast. Ik hoest dan net zonder die mannetje, hè? Graag die in jaar. En dan wist mijn mannetje net. Ik ga die eruit halen, zodat ze mij helpen kies met het onderziek. Oh? Nou, wat was dit al leren? Waar is de volgende? Nou, ik kan wel eens zien. Pak mijn telefoontje er even bij. Het Hoenenkop Festival. Dat is komende sneeuw. Nee. Jawel, het Hoenenkop Festival is zo'n 20 oktober. Ja. Dus dat is komende sneeuw. Nee. Huh? Het Hoenenkop Festival is zo'n 20 oktober. Dat klopt, ja. Klopt. Dus dat is komende sneeuw. Nee. Komende zaterdag. Beste God, vanavond heb ik weer een optreden met de Hoenenkop. Maar deze keer gaat het echt spannend worden. Ik kan dit niet alleen. Ik hoop dat u iemand wilt sturen die me komt helpen. Godver...
niet Emiel. Ja, Jezus Christus. Sorry. Sorry, Freddy. Ik weet dat ik alles vergrijmd heb. Maar ik was gewoon een ongelofelijke retard. Maar na mijn auto-ongeluk heeft boer Frans mij in laten zien dat ik zo niet verder kan gaan. En ik wil heel graag alles rechtzetten. Ik ben echt veranderd, Freddy. De kuil staat me nu als een steekpaal. En ik ga ervoor. Kijk, degene die vanavond het podium betreedt, die zal ongelooflijk gevaar lopen. Want zie, die moordenaar, hè, die zal er ook zijn. Maar ook al grijst het me aan, het wordt tijd dat ik mijn verantwoordelijkheid ga nemen. Ik kan jou toch niet het podium opsturen om voor mij de kogels op te vangen? Het is het Hoenekopfestival. En als daar vanavond iemand moet sterven, dan ben ik dat. Ik hoop echt oprecht, vanuit de grond van mijn hart, dat jij mijn algehele omkoolgedrag kan vergeven, Freddy. Ik vergeef het je. Eigenlijk verdien ik helemaal niet een vriend zoals jij. Hé, hey, wie heeft mij leren vingeren, Emiel? Had het al die tijd al in de vingers, Freddy. Je bent een natuurtalent. Hé, hey, ik was maar een zwerver. Totdat jij mij liefdevol opnam. Hè? En nu ben ik een rockster. Je ontzettend goed kan vingeren. Oh, dat vind ik zo mooi om te horen, Freddy. Hoor ik daar een turboswans? Dat is Goortske. Die staat buiten te wachten. We moeten zo gaan. Ben je klaar voor het optreden? Tuurlijk, Freddy. Ik ben er klaar voor. Het gaat aan. Neem de kleer voor, man. Jazeker. Laat die meer helemaal maar komen. Ik kan wel eens gevaarlijk worden van hier. Welke shot hier alles? Wie? Kat? Nee. Kooi. Attentie, attentie. U heeft het terrein betreden dat beveiligd wordt met camerabewaking door kooi. Verlaat het terrein onmiddellijk. Ook voor uw eigen veiligheid.
jongens. Hey, Frederik, jongen. Is dit Klinkhamer nog te spelen? Jazeker, ik ben bezig met mijn laatste nummer. Maar, vette band, hè? Ja, zeker. Hey, mannen. Frederik, hey. Kijk eens wie ik heb meegenomen. Jongens. Wat doet hij hier? Jongens, ik wil hem graag vragen om een tweede kans. Waarom zullen we die weer aannemen? Jou is één goede reden. Ja, ik weet het, jongens. Ik ben een enorme klootzak. Maar zal ik je maar eens even wat vertellen? In deze branche binnen drie typen muzikanten. Er zijn klootzakken, lullen en eikels. En je bent gewoon stel lullen. Maar je moet denken dat je een eikel als Freddy nodig had als een soort speerpunt van de band. He? Daar bovenop te glimmen als een mooie Duitse helm. Maar wat nou, hè? Had je hem de recht net meer recht houden. En had je hem net meer staan als een stekpil, maar het kopje hing je letten. Hè? Dan zit dat lullige liedse eikeltje alleen nog maar met één eeg naar de groen. Wil mij nog maar, had ik zees. Dat het enigste wat Jim staan had in deze business is een goed stel kloten. Zonder een goed stel kloten ben je zo slap en zo slap als wat. En waar? Waar had die kloten binnen, wander? Hé? Juist. De klootzak. Maar nou samen, Burkie, als in je orgaan. Maar ben je net meer bang voor de killer? Oh jongens, het grijs me om. Maar ja, ik wil net meer lang voordrennen van mijn probleem. Het wordt tijd dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ja? Ja. Joch en Miel in drugs. Die rommel die hoeft niet mee, hoor. Van nu doe ik alles puur op karakter. Dank u, heer. Het is mijn grote eer om hier aan te kondigen de band die mij zoveel heeft gebracht. Net de enige echte zanger. De verloren zoon, mijn beste vriend. De ultieme vingermeister. Ja! De knuffelwalpiek van Friesland. Ja! Yes! Emiel! Verrekt de sloeg. Door die klompen nog en geen naar de kroeg.
verzoende kater, verzoende kater. Iemand liet er een spier. Dat is nemmers mijn om op de beste manier. Doe net zo zielig door die zo'n plezier. Ja, Mason, ik ham. De Friese muzikantenkiller. Dat leidt er dan, hè? En nou zal ik je mollens even vertellen wat ik dus al die tijd al wist, hè? Wat er in dat pak zit. Dat is een man die ik van mijn levensdagen nog nooit vertrouwd had. Ik had natuurlijk oer die vieze, arrogante, achterbakse klootzak. Frerik de Zwetser! Tja, het is eens heel logisch, hè? Hij is nooit bekend worden met zijn muziek. En daarom vermijden er artiesten die dat wel worden binnen. Hè? Frerik de Zwetser? Du bist altijd jaloers op mijn west, hè? Op mijn strakke figuurke en mijn intelligentie. Want ja, hij is de toekste ook net. Want ik ga een peker op zijn wieb zetten en hij niks in de gaten. Ha! Domme lul! Nou, tijd om dat masker uit te loeken. Lafaard! Hé? Jelle Loodsma? Van Jelle Loodsma geluidsverhuur? Oh ja, doe hast vanzelfs ek een hekel aan artiesten, hè? Doe maar eens altijd eens loer doen. We gaan, meesten, we gaan hem, ja? Nee. Ik wil graag in de poespak winnen en dat mocht van Frederik. Ja, Goetske. We gaan hem, ja? Het is Jelle Loodsma, de killer. Breng hem maar even hier. Dit is hem nou echt. Ik moet heel eerlijk wijzen. Ik ga geen flauw idee meer wat het nou is. Het had eigenlijk geen zin om op een zaak vooruit te rennen. Ik haal jij de keutel bij het verkeerde eind aan. Dus leven maar zien wat erin zit. Eduard Rekker. De Friese vlogger. Maar waarom dan? Maar hast toch wel enig idee hoe moeilijk het is om je negen volgers te krijgen? Dit is Friesland! Hier gebeurt me nooit wat! En nou hier wat? Spanning, sensatie. Meesten moeten alles weten. En ik wist alles. Eindelijk hier. Huh? Wat is dit nou? Sorry. Ontkant de hemel? Ik raad er wel een mij. Nou, is dat de laatste woorden? Vond je het leuk, Vilke? Door een toel heeg. Was meer zien? Abonneer dan de Friese vlogger. Geweldig. Nee! Maar de deer vreest is een lafaard. Hey, Freddy! De leeft nog! Ja, joh! Kijk! Die kogel, die kwam precies op mijn mondharmonicaatje. Niets aan de hand! Ik maak je niet meer, dus ik maak je niet meer. Ik maak je niet meer, meneer. Ik voelde je eerst wel een beste vent, maar nu bist je aan de beer. Ik maak je niet meer, dus ik maak je niet meer. Ik maak je niet meer, meneer. Ik voelde je eerst wel een beste vent, maar nu bist je aan de beer.
feest aan de pokje van mijn hangen jakje en ik ding de hele dag om die. Ik zit die op een hak en ik krijg die wel te pakken. Krijg nog even en doe beest van mij. Dat is mijn nobel streven, die beroven van het leven, omdat doe dat het burg beest. En op die manier doe ik de brood een plezier. Ik weet zeker dat net die je niet mist. Ik maai die net neer, dus ik maai je niet neer. Ik maai je niet neer, meneer. Ik voel die eer wel een beste fan, maar nu is toch aan de beer. Ik maai die net neer, dus ik maai je niet neer. Ik maai je niet neer, meneer. Ik voel die eer wel een beste fan, maar nu is toch aan de beer. Even snijden en stijgen, dan alle bonken brekken. De neus kop ik de hiel in de lens. Als moeilijk te verrekken, met een touw mijn nek. Te bungelen achter mijn bens. Alweer onder water, misschien is dat wel beter. Een betonblokje aan een poot. Gewoon uit verveling, even door de reling van het achterdek van mijn boot. Ik maak je niet deer, ik maak je niet deer, meneer. Ik voel die eer wel een beste vent, maar no bist zo aan de weer. Ik maak je net meer, dus ik maak je niet deer, meneer. Ik voel die eer wel een beste vent, maar no bist zo aan de weer. Hé, jongens, zoals mij, hé. Ook nog een loonbedrijf. Meld zijn houderij! Ja, toch die plak in de plak geplakt. Ja, als pak zij! Als hondenvoer! Waar haalt hij iedereen? Kom, ik ben door een riet net, jong. Net meer, dus ik maak je niet deer. Ik maak je niet deer, meneer. Dit had ik nooit van jou verwacht. Na alles wat we hebben gezegd, hebben gedaan in de slaapkamer tot op de bank. Hé, dat is wel leven. Godverdomme. En toen ging er ons. Oh, god. Tje, helemaal beskaren. Oh!